Amerika, het lijkt erop dat oud-president Trump toch niet van plan is een eigen partij op te richten. We weten dat hij zich heeft teruggetrokken op zijn resort in Florida. En de Republikeinse fractieleider die is bij hem op bezoek geweest. En hij heeft daarna laten weten dat Trump de Republikeinse partij wil helpen volgend jaar als er weer wat nieuwe parlementsleden gekozen moeten worden. Hij zou, het zou natuurlijk voor die Republikeinen heel fijn zijn als ze dan toch een meerderheid kunnen krijgen in de Kamer. En Trump schijnt dus gezegd te hebben dat hij de Republikeinen wil helpen. Kortom dus dat hij zijn steun betuigt aan die Republikeinen. En het lijkt er dan dus op dat hij geen plannen heeft een eigen Patriot Party op te richten. Al weet je het natuurlijk nooit met Trump. Hè? Goeie disclaimer inderdaad. Hij had ook plannen geloof ik om een netwerk op te zetten. Wat denkt u? Gaan we hem in de politiek nog terugzien? Ja, ik zou er geen geld op inzetten dat die man zich nu terugtrekt of zo. Hoor. Toen hij president was, toen bedacht hij zich ook geloof ik van uur tot uur. Dus dit kan ook weer totaal anders liggen over een paar maanden. Ja,